En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex. Vlog 250 alweer. Het gaat hard. En ik ben lekker aan het koken. We gaan lekker. Ik ga lekker macaroni klaarmaken. Vond ik wel even leuk om daar een vlog over te maken. Nou, ik heb de uitjes heb ik gesneden. Ik heb hier een vluchtkokende macaroni. Ik heb runnen gehakt. Lekker sausje. En ik heb macaroni spaghetti groente heb ik. En dan gaan we lekker koken. Ik heb er zin in. We gaan eerst even de uitjes bakken. Dat ga ik als eerst even doen. Zo, dan moet ik even kijken waar ik het beste neer kan zetten hoor. Zo, zo kan ik het beste neerzetten. Ga ik even de uitjes er even in doen. Zo, hoppa. Ik eerst even lekker de uitjes bakken. Lekker de uitjes, daarna doe ik de gehakt erin. En dan moet dadelijk de spaghetti erin. Of de macaroni erin. Spaghetti, hoor mij nou. Zo. Die uitjes even lekker fruit. Het ruikt al heerlijk. Het is jammer dat je geen geur. Het is jammer dat je geen geur. Camera of geurvideo hebt, want anders dan had je. De heerlijke, lekkere gebakken. Of nou ja, de uitjes die moeten nog bakken, maar zijn een beetje aan het bakken. Als je lekker geroken is, altijd heerlijk. Smaakt altijd heel lekker. Of dat ruikt altijd heel lekker. Smaakt ook heel lekker, natuurlijk. Doe het er ook bij. Dan gaan we lekker de uitjes even fruiten. Lekker bakken. En zie je al lekker het water al lekker aan pruttelen. Dan gaat dadelijk de macaroni erin. Zo. Het water doet iets naar beneden. Zo. Zo. Ga ik even lekker de macaroni er alvast even in doen. Moet 5 minuutjes als het goed is. Gaan eens even kijken hoe lang moet het. 5 minuten. Ja hoor, 5 minuten raar. Zie je? Dus dan gaat lekker de macaroni erin. Zo, het is een beetje. Heel mijn camera is helemaal op beslagen. Ja, dit is wel genoeg, toch? Kan er wel een klein beetje bij nog. Zo. Heel mijn camera is gelijk helemaal. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Nou, kijk eens aan. Ik ben toch nog niet tevreden, er moet toch nog wel wat meer bij. Ik moet wel een beetje macaroni hebben hoor. Daar gooi gewoon alles erin. Ik kan jou eens verdommen. Pleur gewoon alles erin. Kom mij het verdommen. Hoppakee. Kijk eens. Meestal, alles wat ik over heb, vries ik gewoon in. Dan heb je s'avonds ook wel wat lekker te eten. Zo. Lekker de uitjes bakken. Zo, gaat het gehakt erbij.
denk, wat hoor ik nou ineens weer voor geluid? Ik ga even, even de gehakt even doen. Lekker een runde gehakt. Huppakee. Dan moet je heel goed opletten, want er zit altijd nog zo'n dingetje op. Kijk, lekker runde gehaktje erbij. Lekker hoor. Hop. Ik moet wel blijven koken. Ik ga hem even wat hoger zetten. Zo. Zo. Moet ik even koken. 5 minuutjes. Dus ik ga even de wekker even op 5 minuten zetten. Oh, waar is die? Daar is die. Zo. Of 5 minuten. Dan gaan we lekker even het gehakt maken. Bakken. Vuur lekker wat lager gezet, want het gaat best wel hard met het gehakt altijd. Het gaat best wel snel. Dus. Alles wat ik over heb, vries ik lekker in. Dan heb je nog. Ook van de week nog even een keer lekker opeten, ja toch? Zo. Het is een beetje moeilijk. Koken en mijn camera vasthouden tegelijk, dus ik moet even zo. Nou, jullie hebben mijn gezicht al vaak genoeg gezien, dus dit is eigenlijk belangrijk, hè? Lekker hoor. Komt dan ook de groente erbij. Nou, die is alweer lekker aan het koken. Dus dat is ook alweer helemaal goed. En dan kijk ik dadelijk dat hij niet overloopt. Dan moet ik hem iets achter zetten. Maar voor de rest, ja. Lekker. Een beetje iets te veel water gebruikt. Loopt een beetje over. Tot 5 minuten en dan is dat ook weer klaar. Nu gaat hij overlopen. Oh, 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 oh. Nu gaat hij overlopen. Maar dat maakt niet uit. Zet hem gewoon wat zachter. Het gat is al lekker bruin aan het worden. Kijk, het gat is al lekker bruin. Dit staat ook al lekker te pruttelen. Dus dat komt ook helemaal goed. En dan heb ik hier nog dadelijk, als dit echt helemaal bruin is, netjes gebakken is, dan gaat de macaroni en spaghetti groente erin. Oh, gooi ik hem naar buiten. Hij moet naar binnen. Zo. Ga naar binnen, Joost. Ik moet gewoon luisteren naar het baasje. Nou, dan heb ik die kan ook gelijk weg. Ik ga gelijk alles wat ik niet meer hoef te gebruiken, gooi ik gelijk weg. Zeker nog de macaroni met spaghetti groente. En dan daarna komt tot de saus. En dan komt er ook nog lekkere tomatenpuree, kan ik erbij gooien. En dan is dat allemaal lekker. Ik moet wel blijven roeren. Dat er alvast een beetje. En dan betaal ik dan eerst de spaghetti en of macaroni groenten
bij. Ik zie nog wel wat kleine rode plekjes nog, dus ik moet nog eventjes bakken. Heerlijk. Alright. Die is al klaar. Die kan ik zo afgieten. Even kijken of ik nog een dinges heb. Een vorkje. Dan gaan we eens even kijken. Auw. Nou, het mag wel heel even, mag het nog wel. Mag nog wel heel eventjes. Mag nog wel heel eventjes, een paar minuutjes nog. Dan is dat ook klaar. Zo, laat je breed erin. Gaan we het ook even lekker zo doen. Even lekker er doorheen en dat het lekker. Moet ze ruim een beetje mengen. Erin. Dat is ook weer lekker. Hoppa. We krijgen jullie kookles vandaag. Ik denk, misschien is het wel eens een keer leuk om daar een vlog over te maken. De laatste tijd zijn er niet echt veel vloggen geweest, maar dit vind ik wel leuk om te vloggen. Als jullie dit ook leuk vinden, dan hoor ik dat graag. En laat een berichtje achter in de comments wat jullie van deze vlog vinden. Dat jullie het leuk vinden als ik mijn kookkunsten laat zien. Zo, kijk eens hoe heerlijk dat er al uitziet, jongens. Heerlijk. Heerlijk is het. Heerlijk. Zo, dan gaat het spaghetti. En groentemix gaat erin. Zo. Ik moet nog een beetje slinken. Even iets hoger zetten. Heel erg langzaam. Zo. Moet nog een beetje slinken. Zo. Smaakt wel heerlijk.
Nou, ik vind de macaroni heerlijk. Niks meer aan doen. Helemaal toppie. Helemaal toppie. Dus die gaat uit. Hoppakee. En die is uit. Ik doe even de deksel erop. Die ga ik eventjes leegmaken. Lekker hoor. Daar wordt hij nog lekkerder. En dan ga ik het. De saus erbij doen. Dan moet ik even kijken. De spaghetti saus. Dat is de basis. Juist, dat is hem. Die moet ik hebben. 150 milliliter water heb ik nodig. Dus dan gaan we even de weegschaal pakken. Zo. Dan pakken we de groenten. Even wachten. Even zo doen. Dan kunnen jullie het ook zien. Zo. Dit is dus de mix. Hoppa. Nou. Dan gaat dit hierin. Hop. Kijk, dan wordt het een soort papje. Dat doe ik even zo. Hoppa. Even roeren. Dat het er goed doorheen gemengd is. En dat gaat dadelijk dus door de macaroni. Oké. Even een beetje roeren. Even roeren. Zo, saus er doorheen. Saus er doorheen. En dan gaan we weer roeren. Lekker door de saus heen. Want alles goed lekker. Zo, dan had ik die macaroni even afdoen.
Zo, even lekker roeren dat de saus lekker goed is. Alles zit er lekker doorheen gemengd. De groenten zitten doorheen. Zie je, het is geslingerd op een gegeven moment. Het is al een stuk lekkerder dan dat het eruit ziet. Tot het eerst was het zo vol. Het groente is nu aardig geslingerd. En het is een lekker sausje geworden, hè? Lekker sausje. Toen was het allerlaatste de macaroni in de saus om het te mengen. En dan is het eten klaar. Deze die gaat erin. Dat doe ik even zo. Hoppa. Even de macaroni erbij. Zo, het is wel een enorme pan geworden. Hop. Beetje te veel klaargemaakt, maar dat maakt niet uit. Alles wat te veel is, dat kunnen we nog... Meng alles lekker door de groente heen. En alles wat ik over heb, dat vries ik gewoon lekker in. En dan heb je een andere dag. Kan je er ook lekker van eten. Heerlijk. Het begint er echt goed uit te zien. Zo, en dat was de vlog van vandaag. Ja, ik had nog meer gefilmd, maar helaas is mijn camera een paar keer uitgegaan. En heb ik dus een heel stuk helaas niet kunnen filmen. Ja, het is echt balen, want ik had echt nog een heel leuk stukje en zo. En ook wat het eindresultaat was. Maar dat is helaas dus niet gebeurd. En ja, dat is jammer. Maar goed, in ieder geval, ik zal nog wel een keer nog een stuk opnemen. En dan zorg ik dat de camera helemaal aan staat. En dan zal ik nog een keertje koken. En ja, ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat even een reactie achter wat jullie ervan vinden van deze vlog. Ik ben reuze benieuwd. Nou, dit was de vlog van vandaag. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En ja, doe het duimpje omhoog en abonneer natuurlijk, hè, op It's All Tracks. Iedereen bedankt voor het kijken en ik zou zeggen de groetjes van deze kant. En ik zie jullie wel weer bij een nieuwe vlog. En die zal binnenkort komen. Jullie hebben als het goed is, als jullie Twitter in de gaten houden, hebben jullie mijn pool gezien. Ik had een pooltje aangemaakt. Momenteel staat de Room Tour op nummer 1. Dus zo, ik val bijna weer op mijn bek. Zoals gewoonlijk, is altijd hier ook. De Room Tour stond op nummer 1. Dus we gaan het nog wel zien. We hebben nog iets van 2 dagen heb ik nog. En dan is daar de uitslag van. En ik zal dat vaker doen. Dus volg mij ook op Twitter. Want ik zal regelmatig een poll doen. Dat lijkt me leuk. Zo kunnen jullie ook ja, een beetje stemmen van wat jullie leuk vinden. En wat jullie graag zien in mijn vlogs. Dus wat dat betreft ja, is dat wel hartstikke leuk. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, de groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.